mijn grootste outtake was dat we eigenlijk ongelooflijk eens zijn met elkaar. En er ongelooflijk veel mensen en bedrijven in de hele keten zijn en de overheid die allemaal hetzelfde willen bereiken. Ik denk dat we dat eigenlijk alles er ligt om te versnellen en we onszelf soms een beetje in de weg zitten. Dus ik heb eigenlijk heel veel hoop en optimisme eruit gehaald dat we sneller kunnen als we dat met z'n allen willen. Ik denk de belangrijkste les van vandaag is dat we eigenlijk niet allemaal hele andere dingen willen. Iedereen ziet wel dat we moeten gaan verduurzamen schadeverpakkingen. Maar dat de weg er naartoe, dat die nog wel echt onze aandacht behoeft. Dat er heel veel welwillendheid is, maar dat we echt gezamenlijk het juiste pad moeten gaan kiezen. Ik denk dat we als KIDV met deze uitkomsten van het debat nog meer partijen gaan benaderen om met elkaar samen te werken. Dat doen we al met de e-commerce bijvoorbeeld. Er zijn al heel veel bedrijven zoals bol.com of Wekamp. Dus we moeten denk ik meer in de haarvaten van de economie proberen de veranderingen tot stand te brengen. Er is heel veel wat is besproken vandaag. Wie voert nu de regie in eigenlijk die transitie naar hergebruik van verpakkingen? In e-commerce is dat ook een heel belangrijk thema. En wat ik heb geleerd is dat we met elkaar nog sneller vanuit de keten die transitie moeten willen vormgeven. Ook voor toekomstige generaties consumenten moeten we morgen, niet volgende week, morgen hele concrete doelen proberen op te stellen. Hartelijk gefeliciteerd KIDV met jullie 10 jaren bestaan. Een enorme staat van dienst en ik denk ook super belangrijk naar de toekomst toe. Want er staat veel te gebeuren op verpakkingsland en een kennisinstituut zoals het KIDV heeft daar een hele belangrijke rol in om het bedrijfsleven ook mee te nemen in de visie op de toekomst.